We gaan lekker op z'n Grieks vandaag, Job. Ja, per. Wat eten we vandaag? We eten vandaag een pita gyros met feta spread en sla. Super lekker. Heerlijk. Yes, wat hebben wij nodig voor onze voor dit gyrosavontuur? We hebben hier varkensrollade. We hebben hier gyroskruiden en olijfolie. We hebben voor de toppings ijsbergsla, mooie tomaatjes, yoghurt, Griekse yoghurt natuurlijk, rood uitje, de kalamata olijven en de pita broodjes. Lekker man, ik ga me bezighouden met de tweede bekendste saus uit dit land. En wat heb ik daarvoor nodig? Weer een beetje yoghurt, ik heb hier wat feta, dit is een rode paprika. Twee rode pepertjes, olijfolie en natuurlijk peper en zout. First things first. Ik ga alvast beginnen met de paprika te grillen, want dan kan dat netjes afkoelen. Dus we hebben hier een grillpan. Die gaat in de brand. Ik heb hier het varkensrolladetje. Super lekker, weet je wat ze ook maar maken? Ouderwetse Hollandse klassieke moeten we een keer maken. Een broodje warm vlees. Dat maken ze van dit. En dit stuk is varkensnek. Dat bestaat eigenlijk uit drie delen vlees in één deel. In Italië noemt het ook wel de tricolore. Als je zo'n varkensnek gaart, dan zie je ze die drie stukken zitten. Het is een heerlijk stukje vlees. Pulled porks, allemaal varkensnek. Pepertjes. Die pan, die is bijna warm, dus dan gaan we lekker alles grillen en dan draaien we dit door in de keukenmachine. Mm-hmm. En dan krijg je die hele lekkere die feta spread. Je bent wel eens in Griekenland geweest? Let's go. Zeg zo niet soms. Ik ben nog nooit in Griekenland. Je hebt ook het eiland, die heet Naxos. Echt? Komt-ie, de pan is warm. Zijn hete broer, die zit er ook tussen, de rode peper. En dan heb ik nog een truc, want je kent ons. Oma Luc. Gaat weer trucje deuken. Klein beetje gewicht erop. Oh ja. Dan gaat hij lekker wedstrijdje heet plaatszetten. Zo, voor gevorderde. Hij is zo slim, hè? Ja. Ga jij lekker bakken zo? Dan ga ik lekker een beetje choppen. Ik ga een mooie sifonade snijden van deze ijsbergsla. Wat ik doe, ik deel het allemaal op. En dan op een gegeven moment kun je die lagen gaan bouwen. Kijk, ik pak hem eens twee beetjes. Hop. En dan ga ik gewoon sifonade snijden. Ragfijn. Hapklare brokken. Dit vind ik zo heerlijk om te doen. Ja, waarom? Van snijden word ik zo rustig. Kan ik helemaal opgaan. Wil ik dat perfect hebben. Dat vind ik zo heerlijk om te doen. Sta ik te dromen als een klein kind. Ja. Herken je dat? Ja, absoluut. Kijk dan eens eventjes. Lekker. Zwarte strepen. Hop. Weet je hoe je gyros uitspreekt op zijn Grieks? Ja. Nou, nee, weet je het? Nee. Hoe, Emmy? Hoe? Ja, gyros. Gyros? Gyros. Emmy is de enige Grieks bij ons in de crew. Ja. Die komt zo proeven. Die komt even beoordelen. Kijken of wij wel Grieks kunnen bakken. Gyros. Gyros. Oh, gyros. Ja. Nee, joh. Ja, joh. Kijk eens. Hier word je vrolijk van. Oh. Het rode uitje. Kop komt eraf. Wel het zijkantje eraf. Buitenste en de eerste laag altijd. Ik snij gelijk zijn kont helemaal weg, want dan gaan we weer ouderwets in de lengte snijden. Weer zo dun mogelijk. Oké, kijk, dit is gaar. Die gaat lekker hierin. Ik ga die pan, die gaat gelijk bamos, pleitos. Dat is ook Grieks. Pleitos? Het eiland Pleitos. Die gaat even niet te vinden. Die gaat even naar het eiland Pleitos. Ja, mijn pa zei dat ook vroeger gewoon. Pleitos. Jongens, Pleitos nou. Ja. Ik ga nu de vette spread maken, vette spread. De tweede saus uit Griekenland. Dus je hebt die tzatziki en daarna komt feta spread. En dat is met pepers en rode paprika. Tirokafteri. 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 Nou, kijk, omdat ik zo'n aardige gozer ben, ga ik die keukenmachine even een klein handje helpen. Alle pepers en die paprika die snij ik even in bonkies.
Ik heb gewoon die kalamata-olijfjes, snij ik gewoon de mooie schijfjes. Ik heb gewoon zin om allemaal garnituren perfect te snijden vandaag. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Wat zo? De feta. Deze feta. Dat kan niet. Nee, joh. Feta! Vette! 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 Dit is weer een gezellig gerechtje, jongens. Ja. Leuk, hè? Beetje yoghurt erbij. Hatsa. Voor de juice. Ja, Griekse yoghurt. Griekse yoghurt. Uiteraard. Helemaal uit Pleitos. Klein beetje olie erbij. Vop. Peperzout. Het grappigste broodje gyros van Nederland. Komt-ie, daar gaat-ie, happa happa. Even shaken. Ook weer, ja, secret. Kijk, oh, ja? Nou, de warme peper en de paprika die zijn er natuurlijk doorheen gegaan. Dus we gaan het eventjes in een schaaltje doen en netjes even terugkoelen. Ik ga de tomaatjes snijden als topping voor onze gyros. Gyros. Deze gaat eventjes koud. Lekker pik. Nou. Ga ik weer lekker hier staan. Ik ga lekker op mijn gemak snijden. Beetje olie in de panels. Dat is een hele ingewikkelde taal ook. Ja, ja maar ook dat lettergeschrift. Ja, dat is wel gaaf hoor. En dat is fucking alienated, man. Dat zeg ik al, ja. Dat kun je gewoon niet meer lezen. Tenzij je op het gymnasium hebt gezeten. Ja, nou, dat heb ik niet. Jij wel dan? Nee. Nou, pannetje. En dan gaan we lekker bakken. Juist, daar komt ie. Dat hebben we niet allemaal nodig. Denk ik. En dan gaan we dus even lekker krokant bakken. Deze gyros is een huis-, tuin- en keukengyros. Wat je wil is gegaard varkensvlees. Want dan hoef je het alleen nog maar krokant te bakken. En dan hoef je je gyroskruiden alleen maar toe te voegen. En dan heb je in principe gyros. Kijk eens even lekker. Lekker maan. Had je nog even heel even nodig. Een minuutje of vijf. Time, oregano, een beetje chilipoeder, paprika poeder en niet te vergeten zout. Dat zijn de basissmaken van de gyrosspecerij. Ja, de kruidjes, oftewel de specerijen. Een vlammetje lager. Even meebakken. We gaan onze vliegende schotels, de pita's, die gaan we gewoon even op het vuurtje bakken. Je moet ze niet te lang bakken. Klein beetje uitkijken, want je moet hem eigenlijk een soort, ja, je maakt een soort wrap ervan, een grote wrap. Dus als ze te hard zijn, dan breken ze, dus ze moeten nog wel een beetje vormen. Even deze jongetjes om en om een tukje geven op het vuur. Om en om en om. Kijk eens. Ja, dat meer is het niet. En dan draai ik hem een beetje bij. Dan flip je hem. Jij zou wel voor een Griek kunnen doorgaan, Perry. Tuurlijk. Ik zo kijk. Nee, echt. Toch, Peros. Nee, maar kijk even goed. Ja, ik heb het gezien. Ik zie een typische Griek eruit. Zo? Ja, nou, zoals ik. Ja. Hey, we gaan beginnen. Yes. Gezellige bordjes. Waar hadden we die nou? Nee, die heb ik kapot laten vallen. Kijk, komen ze. Jongen. Ja! Oh, nou, kijk, die is even pleurbestendig. Ja, daar hebben we helemaal niks aan. Daar heb je niks aan. Hey, ik stel wel voor dat we dus de enige Griek in ons team, ja, dat we die straks ook laten proeven. Ja, zeker. Oké. Komt ie. Een beetje van die spread erop. Een beetje van dit. Een beetje sla. Oh, lekker zeg. Een beetje ui. Wel iets dunner gemogen, of niet? Ja, net iets dunner, ja. Die ui vind ik wel een beetje grof. Maar dat
Ja. Hè? Daar komen we wel, daar komen we wel mee weg. Changer. Nou, kom maar binnen met je knecht. Emmy coördineert de montage, dus die zit de hele dag in dat hok tussen die zwetende gasten. Ja. Dus en is Grieks. Die kan wel een broodje gyros gebruiken en ze is Grieks. Dan weet je vast wel hoe het hoort. Het is pita gyros met tiro kafteri. En wat was het? Sla. Yes, ook nog precies zo. Ja, top man. Pita gyros met tiro kafteri. Heerlijk, heb je zo. Lekker man. Hambeit. Jongens. Ja? Nou. Ik vind hem heel lekker, jongens. Nou. Geregeld. Ik vind hem ook lekker. Dus we mogen toch nog een keer. We mogen toch nog een keer. Volgens mij zit ik helemaal. We hoeven niet pleiten ons nu. Helemaal leuk, man. Ging het allemaal te snel. Pointofthekitchen.nl. Dank je wel, schat. Alsjeblieft. Hoe zeg je doei? Yasu! Doei! Super schattig! Oh. Hoi.